Goedemorgen, lieve mensen. Goedemorgen. We zijn in Vasiliki. Klein stukje gereden van onze slaapplekje op de kliffen. We zijn vroeg weggegaan. Echt wel geluk, want we zijn geen auto tegengekomen op het smalle pad. Nee, het is wel een goed ritme hier, denk ik, op het eiland. Gewoon direct weggaan naar de plek waar je heen wilt. Ja. Plekje zoeken en dan... Daar editen. Dan werk doen en dan rondkijken. Ja, en ook die plek. Het gaat niet helemaal op, inderdaad, maar ik zag wel hoe snel die plek gisteren vol was. Ja. Dus daar zijn we voor weg geweest, gelukkig. En we zijn nu in Vasiliki, klein kuststadje in een mooie baai. En ja, hier gaan we even boodschappen doen. Dat is het belangrijkste wat we moeten. Ja. En water vullen. Gaan we hier na het dorpje even doen. Kijk hier ook nog wel even rond. Want het is wel een mooie baai waar heel veel windsurfers zijn. Ja, sowieso heel veel watersporters. Ja, inderdaad. Want het waait ook behoorlijk hard vandaag. Ja. We zagen er al een hoop op de heenweg. Dus dat was een mooi plekje. Gaan we eens even kijken bij het strandstak. Ja, eerst even boodschappen doen. Ja. We zijn al even bij de bakker geweest. Lekker ontbijtje gehaald. Er zit een supermarkt vlakbij. Ja, dus dat is niet zo ver lopen. En nog wat dingetjes in het dorpje zelf kopen, denk ik. Oké, ja. Nou, gaan we eerst even onze spullen pakken en dan lopen we naar de supermarkt. Ja. De supermarkt is gelukkig dichtbij, dus we staan hier bij een grindplaat. Hoekje om volgens mij, en dan zijn we er al. Ik weet niet hoe groot die precies is, maar... Er zijn er nog wel meer, dus als het niks is, dan kunnen we altijd nog een paar andere opzoeken. Ja, maar het is geen Lidl, zeg maar, qua grootte. Nee. En hier is het strand ook al. Volgens mij, ja, de zee is hier daar. Super dichtbij. Het is allemaal klein, ja. Oh, daar staat ook een camping, ja. Ja, hier heb je een camping. Het is aardig vol deze. Dat is wel mooi dichtbij, het strand, die camping. Ja, echt wel. Mooi plekje wel. Het is ook wel een vrij grote camping. Vasiliki Beach. Maar lekker dicht bij het strand. Euromarket. Het zal wel een dure winkel zijn bij zo'n plekje en een camping. Ja, ik weet niet. Het zou wel toeristisch kunnen zijn, maar het ziet er nou niet heel duur en luxe uit misschien. Nee, dat is waar. Prei, die zie je bijna nooit. Is dat dit? Ja, leek. Prei. 5,90 euro per kilo. Volgens mij valt het best wel mee. Ja. 100 gram. Kan ik het dicht door de nek? Ja, door de 10. 60 cent. Nou. Dat kan al. We nemen een mini. Aardappels. Boodschappen weer binnen. Veel groente en fruit, joh. Dat wel, ja. Dat was wel weer aardig goedkoop. Ja. Maar voor de rest was de supermarkt al aan de prijs. Ja, nou, ik vind yoghurt sowieso echt duur. Ja, dat is lastig te vinden. Gewoon een yoghurt. Ja. Dan moeten we weer naar Lidl straks. Daar was echt hele goede yoghurt. Ja, daar komen we straks terug hebben dan. Ja. Ja, voor de rest, ja, zonnebrand is altijd duur. Maar deze was niet duur in die VEA. Nee, vooral heel veel. Ja. Halve liter voor 12 euro, dat is niet duur. Broccoli, dat zien we echt bijna nooit eigenlijk. En heel veel groentes, hè? Want het is altijd zo ontcijferen wat is. Dit zijn volgens mij, verbeter ons als we het fout hebben. Zijn dit pruimen? Ik denk het. Zij zei iets heel apart. Wat zei zij? Vanille? Ja, vanille denk ik. Vanille. Vanille, maar misschien is het gewoon Grieks. Gaan ze proberen om het beter te vertalen, want dat wou net niet. Maar we hebben nog meer. Ja, heel veel groentes, heel veel fruit. Bananen, nou ja. Er is zelfs een prei, maar die waren echt wel weer duur. Dus we kopen gewoon een mini. Die hebben we genoeg voor één keer aan misschien. Ja, maar dat is ook lang goed. Ja. Dus we gaan het even opruimen. Ja. Dan gaan we zo eens even in het stadje kijken. Het is alweer aardig warm en druk. Dus even kijken of we vanaf hier iets moois kunnen zien. Boodschap is opgeruimd. Ja. En nu even de stad in. Ja. Ik weet ook niet of je het een stad mag noemen. Het is echt een heel klein dorpje, havenstadje. Ja, havenstadje zou ik dan eerder noemen. Ja, dorpje. Vanaf hier gaat de boot naar Kefalonia. Ja, klopt. Ja. Die gaan we dus ook niet meenemen. Nee, dat was nog even een ding, maar... We hebben er wel over nagedacht. Ja. Ja, dat zie je gewoon heel gauw, dat met zo'n grote camper dat het best wel duur wordt. Ja. Heel snel duur wordt. En volgens mij is het mij... 13 euro per meter. Nou, met een bus van bijna 6,5 meter. Ja. En plus per persoon? Plus nog 13 euro per persoon, volgens mij. Gewoon wat meer dan 100 euro enkele reis uit. Ja, en dan is het een eiland waar je wel even een week of zo kan rondrijden. Maar ja, dat was dan ook niet genoeg te zien om dat helemaal te rechtvaardigen voor ons. Ja, je moet ook weer terug, hè? Ja, dat was enkele reis, ja. Het zullen misschien wel goedkoper aanbieders zijn nu, maar... Weet je hoe ik het altijd bereken? We zijn met de boot van Italië naar Albanië gegaan voor bijna dezelfde prijs.
Ja, van naar Durres. Ja. Ja, dat was, weet ik, €180 of zo. Ja. Niet heel duur. Ben je nu meer kwijt? Ja, voor een klein stukje. Ja. Dus dat doen we niet. Nee. Maar we gaan wel even kijken hier in het stadje. Volgens mij zien we wel wat van de windsurfers en het haventje is ook wel leuk om te zien, denk ik. Ja, het zag er wel verder in ieder geval leuk uit. Ja, heel mooi. Lekker windje. Koele weer wat af. Hier is dan ook al aardig wat campers. Mag je niet slapen volgens mij. Ik denk dat ze op het strand liggen. Ja, dat denk ik ook. Ja, het staat echt op het strand eigenlijk. Ja. Op het strand. Eens even kijken. Dat is wel leuk. Daar is de ferry ook al. Er staat al een behoorlijke rij. En hier, hier staan best wat campers. Mooi plekje al. Echt in de baai. En nu zien we door de pier zien we de windsurfers niet. Misschien gaan we daar omheen kunnen kijken, zoals we even naar de andere kant lopen. Want ik denk dat er heel veel mensen van die camping hierop afkomen voor het windsurfen in ieder geval. Ja, dat denk ik ook. Ja. Allemaal surfplanken en zo. Ja, maar goed, dan moeten we daarheen lopen, naar die hoek of zo, want nu zie je het niet. Nee, die pier zit ervoor. Ja. Oké, doen we dat even daar. Ja. We gaan er wel eens even heen lopen. Ja. Deze rij kan nooit op deze boot alleen. Nee. Ik ben wel benieuwd. Ze kunnen ons ja, hoe duur het nou is, of ja, ze dat kunnen vertellen misschien. Het is lastig om online uit te zoeken, hè? Ja. Klopt. Dus we... Kijken of we het goed hebben. Ja. Ja. Dan moeten we hier in de rij gaan wachten. Ik weet niet of we daar heel veel zin in hebben. Kunnen we wat lezen? Ik moet zeggen dat ik nou ook helemaal geen windsurfers meer zie. De wind lijkt ook al wat minder te zijn. Ja. Ze weten natuurlijk precies wanneer het waait. Ja. Nou, vanmorgen kwamen wij helemaal via die weg. Zien we die hier? Ja, oh, daarachter. Ja. Maar die waren dan toch ook hier? Ja. Die windsurfers. Ja, maar ook daar verderop, dus die weg kwamen helemaal aan. En hier waren ze inderdaad ook, maar ik zie er niet veel meer. Oh, daarachter een paar, één of twee, maar dat zien we niet eens komt meer. Komt gewoon door de wind. Ja, de wind is even gaan liggen. Maar hier staat een papiertje op het hokje dat wij informatie kunnen vinden bij een tour operator hier zo in het dorpje. Dus daar gaan we door vragen, anders staan we hier zo nutteloos in de rij te wachten. Ja, al deze mensen moeten waarschijnlijk inchecken of iets. Ja, of een ticket kopen. Ja. Ik weet het niet. Als het goed is kunnen we hier ergens wat meer informatie vinden. Want ik ben wel gewoon benieuwd, want volgens mij moet je al ver vooraf boeken. Ja, nou deze periode wel stond online. Ja, want ik hoorde al iemand praten dat die pas morgen weer terecht kon. Ja. Op de boot van morgen om 11:30. Gaan we eens even kijken wat we kunnen achterhalen. Ja, ik ben wel benieuwd. Ja. Dit gedeelte van het eiland staat wel heel bekend omdat het heel erg groen is. Echt wel meer bergen die je kan zien ook. Ik zie ook echt wel. Ja, het is een hele grote kloof. Een baai dit, maar daar zie je echt wel wat bergen ook weer. En waar wij reden hierheen vandaag, was super groen. Ja, absoluut. En die bergroute die we reden, ja, dat liet ik net zien, dat is, kom je ook best wel van hoog af. Ja. Het hele eiland is eigenlijk één grote rots. Klopt. Super bergachtig, ja. Zelfs langs de kust inderdaad. Ja. Het is heel mooi om te zien, alleen het rijden is niet altijd even makkelijk, want vaak moet je naar stranden toe compleet een berg afdalen. Maar je komt dan wel op super mooie plekjes uit natuurlijk. Het lijkt erop dat die boot helemaal niet meer vaart volgens mij. Nee, ja, zo zou het zijn hier wel. Voor vandaag niet, nee. Nee. Dat is zuur als hier in de rij staat. Nou, dit past er nooit op. Nee. Dit is het hoofdstraatje ook al. Er staat die touroperator ergens links, maar we lopen wel eerst even naar rechts. Ja, gaan we zo terug. Ja. Hoop restaurantjes volgens mij. Ja, het is wel druk. Het ziet er wel leuk uit, ja. Onze taxi is er, Anne. Hij ligt klaar. Voor naar Cavalonia. Ja. Daar gaan we mee, naar het eiland. Wat een ding. Zo pal tegen een restaurantje aan. Ja, heerlijk. Wat een ding, joh. Mooi leven. Oké, verder kunnen we niet. Nee, dat was het alweer. Hou teruglopen, gaan we even die tour opzoeken. En even het laatste stukje van het straatje kijken. Ja. Ja. Het kleine hoofdstraatje is eigenlijk voornamelijk tour operators, boot tour cruises. En restaurantjes en toeristenwinkeltjes. Dus het is toeristisch aangetrokken, denk ik. Ja. Ja, ook door alle bootjes. Ja, ik denk inderdaad door die haven dat hier heel veel boten weggaan. Want je hebt hier overal van die cruiseschepen die je dan naar die afgelegen strandjes brengen. Dat is ook wel heel gaaf. Ja, dat is cool. Ja. Maar het is wel een heel leuk havenstadje. Ja, ik vind het ook gezellig. Ja, je kan wel lekker eten, lekker zitten hier onder de bomen. Echt Grieks. Ja, het ziet er heel Grieks uit. Hè? Lekker eten is ook geen probleem in deze plekjes. Nee. Overal ijs, pizza's, vis. Tzatziki. Ja. Het is wel tijd dat we ook even lekker gaan eten. Ja. Er liggen nieuwe
bars, so bars. Maar is het wel barven? Ja, dat is niet heel goed. Nee, ezelmelk. Nou. Olijfolie, zeep. Donkey milk. Maar het heel kan nooit 1 euro zijn. Zulke goede happy soaps, toch? Nee. Hier is die tour operator. Gaan ze vragen wat die boot kost. How many meters is the camper van? It's 6 meters 30. 6 meters 40. 6 meter camper. Ja, yeah, 6 meter 40. Yeah. Is 72 euro. Oké. Okay. And one person is 10 euro. Okay, so 270, yeah, 92, yeah. Like that, yeah. All right. Yeah, something like this. All right, okay. Nou, hadden we aardig goed dus, hè? Ja, 92. 92 euro enkele reis, ja. Maar het is dus zeg maar 10 euro per persoon, ja. 72 voor onze camper. Ja. 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 Ik vind echt prijzen. Het is prijzig omdat het zo'n lange boot is. Ik bedoel, 10 euro per persoon vind ik niet heel duur, nee, voor een ferry. Het is 2 uur varen, zag ik net staan volgens mij. Ja. En ja, dus je hebt gewoon een lange schip, een lange camper. Ja. Maar ja, een enkele reis, dus dat telt wel op. Dus dat doen we dus sowieso niet. Er zijn nog wat kleine eilandjes waar we misschien heen gaan. Kleine ferries. Dan zou het niet bij. Nog genoeg te zien in Griekenland. Oh maar. Ja, genoeg schiereilanden ook, hè? Ja, maar Kefalonia slaan we even over. Nog even een kleine zoektocht. Nou, wat kleine boodschapjes. En dan gaan we gauw weer naar de auto en dan willen we ook verder rijden. Het is alweer in de middag. Het is alweer 11:15. Nog water vullen, plekje vinden. Oh ja, water ook. Nog genoeg te doen. Heftig kleurtje dit. Ja, vooral met de zon. Ja. Juist mooi in de zon, denk ik. Maar... Ja, het is niet helemaal mijn kleur, maar... Nou ja, valt er veel op. Ja. Beter een witte bus. We hebben onze paar pilsjes binnen, kandelzakken. Gaan we nu gauw water halen. En dan ook weer eens even een plekje op zoek aan het strand, denk ik. Ja, het is warm. Het is wel weer warm. De bus staat weer langs de weg. En we gaan even naar het strand lopen. Maar het was zo vol. Er was geen plek voor ons. Nee, nou het plek wat zeg maar van de restaurant is, dat is gewoon een openbare. Ja, want we hadden een plekje inderdaad, de parkeerplaats van het restaurant waar we zouden mogen overnachten. Maar dat mag alleen als je er eet. Nou, dat waren we ook wel van plan. Alleen is dat helemaal vol. Dus we moeten even kijken in de loop van de dag of er wat weggaat. Ja, denk het wel. Vast wel, ja. De plek waar we nu staan langs de weg, daar kunnen we niet slapen. Dus... Nee, dat is niet handig. Nee, het is ook alweer verder in de middag. Dus ons hele verhaal van vanmorgen, waar we zeiden dat je vroeg ergens moest zijn. Ja, dat... Vandaag even niet gelukt bij het strand natuurlijk. Maar wel bij het stadje. Bij het stadje inderdaad, want het strand was ook niet echt een heel groot doel van ons ofzo. Nee. We hebben al zoveel strand gezien. Maar ja, wat doe je anders? Dat is gewoon, Lefkade is gewoon alleen maar strand, de slaapplekjes. Ja, nou ik hoef niet op een weiland te staan met deze hitte. Nee. Van de andere kant. Ja, nee precies, dat zou kunnen. Of in de bergen, maar daar zijn we nog niet aan toe. En dan heb je ook echt heel weinig hoor. Ja. Er zijn sowieso niet heel veel plekjes waar je niet bij een strand staat. Nee, klopt. Nou ja, en dan moet je dus voor de drukte zijn. Het is zaterdag, dus dat is niet helemaal gelukt. Zo, nee, maar ik denk dat het hier al heel vroeg druk is, hoor, op zaterdag. Denk het ook, maar ik denk dat het ook wel weer gauw leeg loopt straks, ja, hopelijk. Ja, denk ik ook wel. Dus we gaan eventjes een uurtje of wat op het strand liggen. Als er plek is, want het was een vet klein strandje. Ja, vooral veel bedjes, hè? Ja. Dus als ons parasolletje er nog tussen past, dan gaan we daar even een paar uurtjes liggen. En dan gaan we kijken of we straks even lekker kunnen eten en een ander plekje kunnen scoren. Dat zou wel fijn zijn. Hierachter is de parkeerplaats van het restaurant. Er staat één camper met een sluifeltje uit en al. Dat zou wel lekker zijn voor ons ook. Ja. Even kijken of daar het lekker is aan het einde van de dag. We zijn in ieder geval wel in een hele mooie baai. Met een heel klein strandje. Met zicht op allemaal eilanden. Dus dat is wel heel gaaf. Ziet er wel cool uit, hè? Ja, wel mooi. Ja. Nou, eens even kijken of er een plekje voor onze handdoek is. Een parasol op dit mini strandje. Het plekje is voor ons gemaakt. Ruimte zat. Ja.
We zijn weer terug bij onze bus. En die heeft een andere plek. Die heb ik even geplaatst. Er was een plekje vrij op een parkeerplaats. Dus dat was lekker. Met een beetje geluk gaat deze ook weg. Want dan kunnen we nog één plekje afschuiven. Dan hebben we echt wel een hele goede plek. Want ik had even bij het restaurant gevraagd. Dit is gewoon een goede parkeerplek waar we mogen blijven. Dus we kunnen hier gewoon blijven staan. Er zijn zelfs douches. Nou, dat is echt heel gunstig. Hebben we niet echt eerder meegemaakt dat die er zo openbaar zijn. En dan gaan we even omkleden. Dan gaan we straks even lekker eten. Is er wel een lekker restaurant hiernaast? Ja, lekker zin in. Ja, even wat Griekse gerechtjes proberen. Het is alweer 5 uur geweest. Het randje was ook echt wel lekker, hè? Ik vond het best wel meevallen met de drukte. Ja, het was helemaal niet druk. Ja, het was wel klein en vol, maar het was wel heerlijk rustig. Ja. Gewoon geen kabaal, het water is super rustig en heel helder. Ja, geen golven, nee. Geen golven, mooi helder, lekker baaitje. Dus heel lekker om te chillen. Met een paar uurtjes zon gepakt. Gaan we ons nu even klaarmaken en dan gaan we straks even lekker uit eten. Ja. Ben je er klaar voor? Ja. Kijk. Mooi. Ja. We hebben onze mooiste slippers aangetrokken. We gaan even lekker eten. Dus maar een klein stukje lopen dus. Ja. Ik ben benieuwd wat ze eten en wat ze hebben te eten. Nou, ik heb het al even gekeken. Het ziet er goed uit. Ja? Ja. Griekse dingen hopelijk. We zijn in Griekenland, dus dat kan niet anders. De bus staat prima zo. Luiven kan nog wel blijven staan zo een klein beetje. We staan ook echt niet aan zo of zo. Nee, er stond hier een camper straks met de luifel, stoelen, tafel, alles buiten. Dus mag ook gewoon volgens mij. We hebben het gevraagd toch? Ja. Prima. Moet goed zijn. Het zijn nog wel een beetje Hollandse tijden. Het is nog 6 uur geweest. Maar we hebben ook wel zin in wat. Ja. Kunnen we lekker lang zitten als het goed is. Ja. Hier zitten? Hallo. Thank you. Mosa Beach Restaurant menu. Ben benieuwd. In ieder geval heel mooi uitzicht op de zee en het strandje. Het is nog best druk. Het is echt nog best wel druk, hè. En die eilandjes op de achtergrond. Ik denk dat de zon hier wel snel verdwijnt. Ja, dat denk ik ook. Hey, we hebben leuke gasten bij de tafel. Die krijgen vast veel te eten. Hey. Hier, man. Nou, die krijgen genoeg. Daar is het eerste al. Lekker. Meatballs. Tsutsukaki is het of zo. Politica meatballs. Ziet er goed uit, hè? Heel lekker. En tzatziki natuurlijk. Lekker brood erbij. Zin in. Lekker. Dat was in ieder geval heerlijk, hè? Mm-hmm. Die tzatziki is ook zo goed, joh. Nog een brood erbij. Lekker fris. En nu heb ik chicken souvlaki. En jij een Griekse burger. Maar zonder brood, maar heel lekker. Burger. Ja, heerlijk. Dat echt goed uit, hè? Ja, die en toch patatjes. Toch wel, ja. Wij dachten misschien aardappels, maar... Mm-hmm. En die gehaktballetjes waren ook zo heerlijk, joh. Mm. Ja, we hebben nog maar een brood besteld. Ja. Was niet de laatste. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Is het er maar los?